kleine Frikie, mijn naam is Lotte en welkom op mijn kanaal. En vandaag is het een speciale dag, want vandaag is het Halloween. En I love Halloween. We vieren het in Nederland natuurlijk niet echt, maar dat ligt ook een beetje aan waar je woont. Hier in het noorden vieren we het niet echt. Maar de hele sfeer eromheen en dat spookyachtige, ja, dat is gewoon echt helemaal mij. I love it. Ik ben er helemaal gek van. En ik dacht van, hey, wat is nou een leuke video om vandaag online te gooien? De spooky Halloween tag. Questions. Is gemaakt door een YouTuber, Simply Kenna. Ik vind haar YouTube kanaal echt geweldig. Zij heeft een aantal vragen bedacht als tag zijnde die mensen dus kunnen opnemen op hun kanaal. En die ga ik doen. Ik denk niet dat ik ze alle 30 ga doen, want ik vind ze nogal lang. Maar vragen zijn in het Engels en ik ga ze voorlezen in het Nederlands. Nog even twee dingen. Ten eerste, deze pruik komt van dubbelovehair.com. Ik heb een couponcode voor jullie. Die staat in de beschrijving en die staat hier ook op beeld. Waarmee je korting krijgt op je order op de website. Deze pruik was eerst super lang, maar ik heb hem wat geknipt. Omdat ik hem op deze manier wat mooier en wat praktischer vind. Maar ja, die heb ik dus van hun gekregen. En ook is er vandaag een nieuw merchandise design online gekomen. Tadaa! De enige echte freakshow design. Mensen hebben heel lang gevraagd van, oké, ga je nou ook echte kleine freaky merch maken met een plaatje en dergelijke. En toen ben ik eens eventjes zelf in Photoshop gedoken. En toen heb ik dit gemaakt. En ik ben er heel erg blij mee, want het signal, zeg maar, het dingetje wat ik altijd aan het eind van mijn video's doe. En ja, het staat freakshow op en het is natuurlijk een poppetje, dat ben ik. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus wil je die bestellen, dan kan het op www.kleinefreaky.nl. Laten we beginnen met de tag. Wat is het engste wat er ooit bij je gebeurd is toen je alleen was? Ik heb wel eens last van sleep paralysis. Paralysis? Volgens mij is het op spreek je het op die manier uit. Het is in ieder geval wanneer je, zeg maar, slaapt, maar je onderbewustzijn een soort van wakker is en je dingen ziet en voelt die je in de droom eigenlijk hebt. En je kunt, zeg maar, heel lastig de realiteit van je droom op dat moment onderscheiden. En dat heb ik wel eens en dat is serieus super scary. Zoek het maar eens op Google. Het is echt, je nekharen gaan er van overeind staan. Als je wordt uitgedaagd om de nacht te spenderen in een haunted house, dus in een spookhuis, zou je dat doen? Yep, absoluut. Dat zou ik zeker doen. Ik weet niet of ik het alleen zou doen, maar samen met een goede vriend of vriendin of zo, ja, sure. Absoluut, lijkt me hartstikke tof. Welke urban legende vind je het engst of scares you the most, staat er dan. Ik heb een storytime gedaan over een spookhuis waar ik een keer geweest ben en waar me iets super scary is overkomen. Het laatste toen ik er langs ging, zag ik dat het huis nu wordt gesloopt. En that scares me, want ik ben er heilig van overtuigd dat het echt legit een spookhuis is. En ik vind het heel eng dat ze dat nu aan het slopen zijn, want ik ben ervan overtuigd dat je op die manier dingen alleen maar kwaler maakt en alleen maar heftiger maakt. Dus I don't know. Maar daar geloof ik echt heilig in. Vooral ook omdat ik het zelf heb meegemaakt. Maar het is een soort van urban legende, zeg maar, bij ons in de buurt. En ja. Word je gauw bang? Nee. Ik word niet gauw bang. Maar oké. Ik ben 23 jaar. En ik slaap nog steeds met een lichtje aan. Zou je ooit naar een begraafplaats gaan, 's nachts? Jawel. En ik ben 's nachts ook wel eens op een begraafplaats geweest. Ik vind alleen wel dat je de doden moet respecteren. En dat dingen als begraafplaatsen niet een speeltuin zijn. Hij staat er niet bij, maar omdat het allemaal over horrorfilms gaat, ga ik ook vertellen wat is mijn favoriete horrorfilm. Mijn favoriete horrorfilm is As Above, So Below. En As Above, So Below gaat over een stel... het gaat eigenlijk over een meisje die een onderzoeker is. Zij is, oh my god, hoe heet het nou ook alweer? Ze doet onderzoek naar allerlei mythologische dingen en dergelijke. Ja, ze is ook mytholoog, maar ze is ook nog wat anders. En zij verliest op een gegeven moment haar vader. En dan gaat ze zijn zoektocht voortzetten naar het verhaal achter Nicolas Flamel. En dat brengt haar op een gegeven moment naar Frankrijk. Naar Parijs en waar zij samen met een stel andere jongens en meiden gaat zij de tunnels onder Frankrijk in. Dus de catacomben gaat ze in. En daar speelt het verhaal zich af. En het is zo creepy. Maar het is ook, zeg maar, als je de urban legends over de catacomben van Parijs kent, is het ook zo realistisch dat het gewoon eng is. Want
Ik ben er heilig van overtuigd dat de catacomben in Parijs, dat het daar ook... moet het wel spoken. Als spoken bestaan. En er is een plek waar het spookt, dan zal het dat zijn. Ik weet niet of jullie weten wat de catacomben van Parijs zijn. Het is dus eigenlijk een volledig tunnelsysteem onder Parijs. Wat voor een groot deel dus fungeert als soort van begraaftombe. En ja, het is een scary place. Hoe oud was ik toen ik mijn eerste horrorfilm zag? Oh god, veel te jong. Maar ik keek vroeger als kind altijd naar kippenvel televisie. Ik weet niet of iemand dat nog herkent. En je had ook zeg maar de kinderen van de vuurtoren of zo. Dat was ook nog weer zo'n horror scary serie. Maar Goosebumps, dus kippenvel, dat was de shit vroeger. Maar dat was ook legit gewoon eng. En daar keek je als kind naar. En dat was gewoon normaal. Dat is echt iets waar ouders hun kinderen nu niet naar gaan laten kijken. Terwijl ze gewoon wel op het internet kunnen en alles kunnen opzoeken. Maar dat is een andere discussie. Anyway, ik hoop dat jullie deze Halloween tag video een beetje leuk vonden. Dan ben je misschien een beetje wat meer over mij te weten gekomen. Nogmaals, deze pruik is van donnalovehair.com. En de couponcode die staat in de beschrijving van deze video. Mijn nieuwe merch, de Freak Show merchandise, is nu te koop op www.kindoffreaky.nl. En doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt en als je Halloween cool vindt. En dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken en zie ik jullie de volgende keer weer. Later! Ja, kijk, daar komt het vandaan, hè, op de merch. Hè? Ik weet ook niet hoe ik daarbij ben gekomen, maar het is gewoon zo gebeurd. Hey, happy Halloween! Trick or treat!